in ieder geval. Een centrale figuur in het culturele leven van Curaçao is ook een andere medicus. De praktiserende arts Chris Engels. Hij is dezelfde als de dichter Luc Tournier. Hij is ook schilder. Een van zijn schilderijen kreeg een eervolle vermelding op de Biennale te Venetië. Hij is muzikus en componist. Hij is oprichter van het Curaçaose Museum. Ja, door een bouillard effect dat niet verwacht was. De reactie was gewoon. Nederland werd bezet door de Duitsers. En ik kreeg het valse bericht dat aan de braak, die Perron aan Marsman, er een dood geschoten. Onder mijn spreekuur, ik nam een vel papier en schreef de stoep. Uit een neiging tot dat kan niet gebeuren en dat mag niet gebeuren. En hier, in ieder geval, onze woning konden ze niet bereiken. Dus niet denkende om een Nederlands-Antilliaanse literatuur te gebruiken. Maar terugziende was het inderdaad zo. Er werd in die tijd niet geschreven. Ik ben zeker niet in het Nederlands. Maar om in het Nederlands te schrijven was de enige mogelijkheid, was de enige natuurlijke uiting van mijzelf. Ik zocht, zoals je weet, Frits van der Molen om het samen te doen. Frits van der Molen is toen goed vertrokken, we zijn doorgegaan. En het heeft men zich meegebracht dat toen in het Nederlands de jonge Curaçaose dichter voor de dag gekomen. Tip Maroc, Oda Blinde, Pierre Laufer, mee zijn gaan doen in de loop van de jaren, Charles Corse, het eind van de oorlog. En dat zo de periode ontstaan is van de Nederlandse literatuur op Curaçao in aansluiting aan de Nederlandse literatuur van Collard de Brof in Nederland. Ja, dat is, en het grappige is, de stoep is verdwenen en er zijn weer nieuwe mensen gekomen, een nieuwe generatie die zowel in het Papiaments als in het Nederlands schrijven, Nederlands als Boelie van Leeuw. Je kunt je dus eigenlijk beschouwen als de vader van dit alles die terugziet of neerziet op zijn kroost. Als wij het voor het vader niet een oud accent ligt met genoegen. Nee. Behalve kunstliteratuur vindt men op de Antillen ook volksliteratuur, ongeschreven meestal. Versjes, spreekwoorden, sprookjes worden er verteld door het volk. Men vindt daar de spinverhalen, zoals in Suriname en in andere delen van dit gebied, die nog uit Afrika zouden stammen. En men vindt daar ook sprookjesachtige slavenverhalen.